Onder grote belangstelling is deze week het archief van Javaanse Surinamers in Den Haag overhandigd. Het gaat om een initiatief van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Migratie, STICI. Het archief dat verzameld is in het kader van het erfgoedproject Javanen in de Nederlandse polder is uniek. Het is namelijk de eerste keer dat een migrantenarchief een plek krijgt in het Haags gemeentearchief. In een radio- en televisietweeluik besteedt verslaggever Sam Jones aandacht aan de overhandiging van dit Javaans-Surinaams archief en de tentoonstelling van nieuwkomer tot Hagenees, Javaanse Surinamers in beeld. In Javaans-Surinaamse sfeer wordt het archief van de Stichting Herdenking Javaanse Immigratie, kortweg STICI, overhandigd. Ja, u heeft het gehoord, het is een digitaal archief. En dat kan allemaal in zo'n klein stikje. En dat gebeurt onder het toeziend oog van ruim 200 aanwezigen. Alsjeblieft. Dank u wel. Harriet Mingoen van STICI overhandigt het digi-archief aan wethouder Joris Wijsmuller. En dit Javaans-Surinaams archief zal worden ondergebracht bij het Haags gemeentearchief. Wat houdt dit Surinaams-Javaans archief precies in? Het archief omvat persoonlijke verhalen van 27 personen. En behalve de persoonlijke verhalen ook persoonlijke foto's. Daarnaast hebben wij van 5 organisaties foto's, nieuwsbrieven, affiches, speeches en andere belangrijke documenten die toch iets vertellen over de geschiedenis van deze organisaties. Wethouder Wijsmuller is blij met het Javaans-Surinaams archief. Dit is het allereerste migrantenarchief wat ons heeft gevonden en ons in vertrouwen heeft genomen om het in het gemeentearchief een plek te geven. En ik hoop dat dat een voorbeeld is ook voor andere migrantengemeenschappen om dat navolgingen te laten krijgen. Moet de gemeente Den Haag niet zelf actiever op zoek naar al die verhalen? Wij zijn actiever op zoek. Wij hebben daar ook een speciale folder voor gemaakt. Wij willen uw archief. Dat is een beetje naar aanleiding van dit initiatief. Ja, dat is inderdaad, dit geeft het mooie voorbeeld. Dus dat kunnen we nu ook verder brengen. We kunnen het ook laten zien. Wat fantastisch is van dit archief is dat het al digitaal is gemaakt. Dus het is ook heel makkelijk om dat te delen. Om ook aan andere mensen te laten zien of te beleven of te horen. En dit is voor ons het zijn om ook op pad te gaan. Inderdaad, wij moeten zelf actief zijn om ons gemeentearchief te verrijken met die bijzondere migrantenarchieven. Volgens Rita Tienfo, directeur van het Nationaal Archief Suriname, is dit project van Javanen uit Den Haag ook voor Suriname een goed voorbeeld. We hebben in Suriname ook een oral history project, waarbij we dus ook de levensverhalen van Javaanse immigranten die nog in leven zijn, die hebben we dus ook wel vastgelegd, maar nog niet tentoongesteld. Maar dit zou ook wel een goed moment zijn om archieven van bepaalde groepen, orale tradities vast te leggen en over te brengen naar het Nationaal Archief. Daarom vind ik dit zo bijzonder, dat het archief van een bepaalde groep hier in Nederland en met name gemeente Den Haag op deze manier wordt vastgelegd. Het is in principe voor de toekomst en ook voor de generaties hierna. En niet alleen maar voor Javanen, maar Surinamers en Nederlanders toegankelijk. Dat is dat op zich, want de Surinaamse Nederlanders die zijn al onderdeel hier van de gemeenschap. Dat was het eerste deel van een tweeluik over de overhandiging van het Javaans-Surinaams archief aan het Haags gemeentearchief. In een volgende uitzending hebben we aandacht voor de tentoonstelling van nieuwkomer tot Hagenees, Javaanse Surinamers in beeld.